En ze worden naar die tent begeleid. Nou, en daar, daar kunnen ze dan in de rust afwachten totdat we duidelijk hebben waar ze dan heen kunnen. De directeur van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord geeft ons een rondleiding door de nieuwe doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen. In de wielerbaan Sportpaleis Alkmaar kunnen de vluchtelingen 24 uur verblijven. Wat we hier inrichten is de registratie. Dus we zullen hier gewoon goed kijken wie de mensen zijn. Want uiteindelijk moeten we dat ook overdragen aan de gemeente. Wat we eigenlijk zien is dat mensen binnenkomen en dat we echt goed moeten kijken wie waar naartoe gaat, wie waar past, wat voor behoeften ze ook hebben. Denk aan zorg, denk aan scholing. En je zal ook moeten kijken, ja, wie past nou waar. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een gemeente hebt waar ze wat grotere ruimte hebben voor gezinnen, dan wil je ook liever dat die daar ook naartoe gaan. Op basis van onder andere die criteria wordt er een nieuwe plek gezocht waar de mensen in elk geval wat langer kunnen blijven. Tot die tijd zijn er hier tolken, een kantine, douches en hebben ze een eigen tent. Dus je ziet dat het vrij eenvoudig is. Hè? Dus het is ook echt gericht om wat korter te blijven. Als mensen 's avonds komen, kunnen ze ook slapen. Maar dat zijn dus veldbedjes die echt voor één nacht maar zijn. Dus hier kunnen mensen gewoon rustig met hun familie zitten, wat drinken. Ja, beddengoed, handdoeken, ja, dus eten, drinken. Nou, dat is eigenlijk wat we hier hebben. Waarom hebben jullie allemaal tenten neergezet? Nou, er zijn natuurlijk plekken. Jullie zijn ook boven geweest waar wat horecagelegenheid is. We hebben ook een plek waar wat stoelen staan. Daar kan je ook gaan zitten, maar je kan ook met je gezinnetje even terugtrekken. Naar alles wat je hebt doorgemaakt en even hier in de rust wachten op wat komen gaat. Vrijdag worden de eerste vluchtelingen hier verwacht.